Hey allemaal, vandaag weer een nieuwe review. Ik heb de Trixie voederslang gekocht. Het leuke is dat het gewoon eens een keer een goedkoop product is. Hij kost een tientje en het hoeft niet altijd heel duur natuurlijk te zijn om die honden te kunnen vermaken. Wat ik me wel af ga vragen is hoe lang gaat dit mee? Het is echt heel zacht en slap. Maar goed, ik denk inderdaad, hij valt voor Otje sowieso af. Die is gewoon te sterk in haar kaken. Maar ik denk voor Jikke dat hij heel leuk kan zijn. En wellicht ook voor Jonne. Dat gaan we zien of hij te groot voor haar is of niet. Hier kun je dus helemaal voer in doen. Zowel vlees als brok natuurlijk, wat je zelf wil. Ik denk dat hij ook best makkelijk schoon te maken is. We gaan dat testen. Er zit ook een piepertje in het hoofd. Nou, niet heel hard, maar ik ga hem denk ik doorprikken, want er staat daar al eentje te loeren. En ik gebruik hem ook niet als speelgoed, maar echt puur als verrijking voor hun maaltijden. Ik ga hem vullen en kijken wat de honden ervan vinden. We zijn nu ongeveer een kwartiertje verder en Jikke heeft hem bijna helemaal leeg. Dus eigenlijk valt me daar helemaal niets van tegen. Hij gaat dus lang mee. Ook is hij nog helemaal heel. Dus ik vind hem echt super eigenlijk voor dat geld. Tuurlijk kun je er geen hele maaltijd in stoppen, maar dat hoeft ook niet. Want ik denk dat het een heel leuk verrijkingsspeeltje is voor je hond. En voor de kleinere hond kan natuurlijk waarschijnlijk wel zijn hele maaltijd erin. En of je nou brokjes of vlees doet, het gaat eigenlijk altijd wel heel erg goed. Het schoonmaken verwacht ik ook geen probleem. En ik vind het een vette aanrader.